echt een beetje een stap voor mij. Niet dat ik me er heel erg voor schaam, maar het is ook niet echt iets wat ik, ja, wat ik echt heel erg had verwacht dat ik dat ooit op social media zou gaan laten zien. Maar ja, toen ik zwanger was, ben ik 30 kilo aangekomen. Hoi, leuk dat je naar deze video kijkt. Voor degene die zomaar even komt invallen in deze video en mij nog niet kent. Ik ben Disna, ik ben 31 jaar, bijna 32. En dit YouTube kanaal heb ik nu een jaar en ik ben bijna op de 1000 abonnees. Dus ik zou het super leuk vinden als jij je wilt abonneren via deze knop. En dan blijf je ook op de hoogte van al mijn video's. Op dit moment is dat er eentje per week. En vanaf januari worden dat er 3 per week, waarvan ook heel veel workouts. Dus super handig om thuis workouts samen met mij te doen. En allerlei van dat soort dingen komen er voorbij. Ook heel erg veel over voeding. Maar echt alles wat betreft de doelgroep voor vrouwen tussen de 18 en de 45 jaar. En dan wil ik jullie heel graag mijn verhaal gaan vertellen over het afvallen deze week. Mijn afvalverhaal. En dat gaat namelijk over dat ik toen ik zwanger was, ben ik 30 kilo aangekomen. En dat is een tijdje geleden, 6 jaar geleden. Maar ik wil toch heel graag dat verhaal gaan vertellen op YouTube. Dat ik 90 kilo ben geweest, dat vind ik best wel pittig wat. En om dit te bewijzen heb ik wat oude foto's opgedoken. Die ik eigenlijk allemaal had verbannen en verwijderd. En die ga ik hierbij in deze video aan jullie laten zien. Dus het is echt een beetje een stap voor mij. Niet dat ik me er heel erg voor schaam. Maar het is ook niet echt iets wat ik... Ja, wat ik echt heel erg had verwacht dat ik dat ooit op social media zou gaan laten zien. Maar ja, het begon allemaal met mijn zwangerschap. Ik heb heel erg lang gedanst. En ik danste dus elke dag. Ik was elke dag lichamelijk bezig. Tot ik zwanger was. Toen kon ik op een gegeven moment niet meer dansen. Na de 3e maand ongeveer. En toen ben ik aangekomen. Gedurende de zwangerschap viel ik nog wel mee. Maar aan het einde was het echt verschrikkelijk. In totaal ben ik 30 kilo aangekomen. Ik vind het wel echt belangrijk om aan jullie te vertellen hoe supersnel je na je zwangerschap weer terug in shape kunt komen. En met wat extra werk erbij eigenlijk nog verder dan dat kunt komen. Dat het echt heel erg mogelijk is. Natuurlijk wordt er vaak wel gezegd, elk pondje gaat door het mondje. Maar ik ben toch echt wel van mening dat als je zwanger bent, dat je te maken hebt met een heleboel veranderingen in je hormonen en deze zorgen ervoor dat je veel vocht vasthoudt. En dat was bij mij zeker het geval. En in combinatie natuurlijk met een stuk minder bewegen, want ik bewoog gewoon echt elke dag erg veel in verband met mijn werk als danseres. En ja, toen dit ophield, toen ben ik gewoon heel erg weinig gaan bewegen. En dit heeft gewoon heel erg veel impact gehad. Natuurlijk op mijn gewicht. Dus het is in mijn geval zeker niet waar dat elk pondje door het mondje gaat. En ik denk in heel veel gevallen is dat niet altijd het geval. En natuurlijk kun je nadenken bij alles wat je eet. En krijg je vaak ook door die hormonen meer trek als je zwanger bent. Trek in andere dingen. Maar ik denk dat mijn voeding vooral een beetje hetzelfde was als normaal tijdens de zwangerschap. Alleen omdat ik dus ja, minder beweging had, bleef deze voeding meer hangen. Aangezien ik wel een grote eter ben, überhaupt altijd al. En natuurlijk heb ik ook wel fouten gemaakt, zoals veel taxi drinken, sapjes en zo, met heel erg veel calorieën erin. En daar ben ik ook zeker mee gestopt na de bevalling, toen ik mij daarin ben gaan verdiepen en mij daar bewust van werd. Ja, ik wilde natuurlijk heel graag weer van al die kilo's af. En dan ga je je pas erin verdiepen hoe je dat dan moet gaan doen. En waar ik eigenlijk meteen mee ben begonnen is water drinken in plaats van al die sapjes, thee drinken. En eigenlijk dronk ik niks anders meer, alleen nog maar water en thee. Na deze eerste aanpassingen ben ik ook met de voeding aan de slag gegaan. In eerste instantie gewoon alleen maar gezonde dingen, volkoren dingen. En ook tijdens het werk, want ik ben weer aan het werk gegaan, hield ik me aan deze voedingsschema's. Deze voedingsschema's die volgde ik via bodybuilding.com, daar deed ik een 12 weken plan. Na deze 12 weken zat ik goed op gewicht en heb ik het weer even laten gaan. Totdat ik 2 jaar geleden aan de fitnessopleiding begon. En toen ben ik weer helemaal in de fitness en voeding gegaan.
om daar een heleboel over te leren. En zo ben ik dit YouTube-kanaal begonnen met heel erg veel plezier. En daarom wilde ik jullie dus toch nog even dit verhaal vertellen over hoe bizar veel kilo's ik was aangekomen in mijn zwangerschap. Nou, en het bewijst natuurlijk dat het gewoon helemaal goed kan komen met iedereen. En dat je echt niet altijd aan al die kilo's vast moet blijven zitten. Het is natuurlijk heel erg logisch dat die laatste paar gewoon super moeilijk zijn. Want je moet er maar gewoon wel weer even voor gaan. En niet alles komt uit de lucht vallen. Om meiden en vrouwen extra te motiveren en mijn verhaal helemaal uitgebreid te vertellen, heb ik een heel schema gemaakt van 8 weken voor voeding, lifestyle en natuurlijk ook de trainingen. Dit e-book zal einde van het jaar uitkomen, dus hou mijn YouTube-kanaal in de gaten, want ik geef er 50 gratis weg aan al mijn abonnees. Dus abonneren! Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je vragen? Stel ze gerust in de reactie hieronder. En geef een duimpje. Oh yeah.